Ganzen horen bij Zuid-Holland. De combinatie van natuurgebieden, landbouwgronden en water maakt dat onze provincie een aantrekkelijk leefgebied is voor deze watervogels. Het aantal ganzen in Zuid-Holland is de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Soms leidt dat tot spanningen tussen mens en dier. Hoe houden we natuur en samenleving in evenwicht? In deze aflevering jager Jaap van Holst. Mijn naam is Jaap van Holst en we varen hier op de Reeuwijkse Plassen. Langs deze eilanden doen we in de maanden februari, maart, april regelmatig aan schadebestrijding door ganzen te schieten. Die zijn dan in hele grote getalen hier aanwezig. Daarnaast doen we ook nog aan nestbehandelingen. En al met al zijn we hier toch wel 20 uur per week mee zoet, minimaal. In Zuid-Holland met name hebben we hier last van de grauwe gans, de brandgans. Voor de rest komt de nijlgans ook nog voor. De Indische gans komt hier voor. De Canadese gans neemt nog steeds iets in aantallen toe. Dus eigenlijk alle soorten die je verzinnen kan, komen hier wel voorbij vliegen. Voor alle beesten is er een beheersplan. En wanneer die aantallen te groot worden, moet je daarin gaan reguleren. Ik ben hier opgegroeid. Ik weet niet beter. Eigenlijk wat de natuur u biedt, dat is zo mooi en veelomvattend. En daar mag je dan ook uit oogsten. Je oogst de rendementen uit de natuur, zeg maar. Dus het is het samen zijn. Het jagen is niet alleen beschieten. Het is het beheer, het onderhoud van dit soort eilanden waar honderden uren per jaar in gaan zitten. Het totaalplaatje maakt je een gelukkig buitenmens. Met de gans is dat extreem. Die aantallen zijn extreem gegroeid. Een gans heeft ook geen natuurlijke vijand meer hier. Dus de mens moet dat doen. Andere soorten, daar zullen we minder in beheren of heel beperkt. Elke soort is een bestaansrecht. Elke soort hoort in de natuur thuis. Elk soort moet je met respect behandelen. En wanneer de aantallen echt te veel toenemen, moet je ingrijpen. Jagen is zowel een hobby als noodzaak. Het wild moet gewoon heel erg goed beheerd worden. Dat is noodzaak, het is een hobby, het is een passie. Het is iets waar je met je hart en ziel en zaligheid doet. Daarnaast vind ik het ook heel erg belangrijk dat het geschoten wild een goede bestemming krijgt. Daar moet iets mee gedaan worden. Het moet geconsumeerd worden. Het is het mooiste vlees wat je hebben kan.